Karel Zwart, directeur van De Plantage. De Plantage bestaat 45 jaar. Hoe zijn jullie dat aan het vieren? Nou, we hebben een festival zeg maar, opgezet van 4 dagen. Afgelopen donderdag zijn we begonnen met een kunstenaarsgesprek. Hele boeiende avond waarin we 4 kunstenaars met elkaar hebben laten debatteren. Maar ook individueel zijn geïnterviewd. We hebben gisteren de opening van de expositie gehad. De expositie zijn we ontzettend trots op. Geeft een heel mooi overzicht van wat er in al die 45 jaar gebeurd is. En het geeft ook heel mooi die ontwikkeling weer van zo'n start in de jaren 70. Het computerloze tijdperk. En waarin alle lijsten en docentenuren nog met de hand uitgetypt werden. Dat soort dingen. Heel andere tijd. Ja, heel andere tijd. En vandaag natuurlijk de dag met alle leerlingen. Het is eigenlijk het belangrijkste. Alle leerlingen die op allerlei podia vandaag, in de tent, in de zaal, op allerlei manieren hun ding mogen vertonen. En er is erg veel belangstelling. Ja, dus heel goede belangstelling. Alle evenementen hebben tot nu toe hele goede belangstelling gehad. Dus dat is ook heel fijn. Vanavond hebben we voor medewerkers en oud-medewerkers een reunie. Dus dat is een beetje een intern gedeelte. En morgen sluiten we af met een docentenconcert. Met docenten en oud-docenten. Nou, genoeg om te vieren dus. 45 jaar zit erop. Wat gaat de toekomst brengen? We vieren hier het 45 jaar bestaan. En eigenlijk vieren we ook een beetje het afscheid van deze locatie. Want daar is een hele mooie reden voor. Over 2 jaar, dan zitten we in de West-Luidense Poort. En nou, met dit lustrum, dat hebben wij ook aangegrepen om te zeggen, nou, we vieren vast een beetje, of we nemen vast een beetje het afscheid hier op de Plantage. Dus we blikken echt terug en we kijken vooruit naar, nou, wat mij betreft, een hele mooie toekomst in de nieuwbouw in de West-Luidense Poort. Dank je. Inge de Pijner, hoofd van de dansafdeling van de Plantage. Staat hier tussen 3 prachtige danseressen overigens. Jullie hebben hier net een hele mooie impressie gegeven, hè, van wat er allemaal mogelijk is hier. Ja, we hebben echt ons best gedaan om dans en muziek bij elkaar te brengen. Dus deze meiden hebben hun solo's, maar dat hebben we met elkaar gechoreografeerd, op harpjes gedaan. Er waren 10 kleine harpmeisjes die live speelden. Dus dat is voor hun heel moeilijk ook om te doen, omdat ze heel erg moeten luisteren. En dat hebben ze fantastisch gedaan. En als ik dat dan weer wegzet na zoveel jaar geleden, dit was vroeger eigenlijk ondenkbaar, hè? Alles tegelijk op zo'n podium. Ja, het is om dans en muziek te integreren, dan moet je echt van 2 kanten kunnen denken. En dus kies je dansers die bij die muziek passen en probeer je met elkaar te oefenen. En dan op het moment zelf komt het er echt pas uit. En deze tweede keer was echt heel erg mooi. Echt, ze hebben heel mooi gedanst. Beeldschoon. Ja, en we hadden nog mooiere andere dingen in het blokje zitten. We hadden bijvoorbeeld live zang met een hele mooie dans van de tienerdansgroep van Claudia. En we hebben ook nog echt klassiek gedaan op muziek van Dubois met een klarinet. Ook hele mooie live dingen bij elkaar gebracht. Geweldig. Ja, oh, ik word er zo blij van. Jan Stavenuiter, al jaren docent bij de Plantage. 45 jaar historie en jij hebt ook al heel wat jaartjes hier liggen. Ik heb volgens mij 3 maanden geleden ook schitterende bosbloemen gehad van de directie. Omdat ik 25 jaar hier slagwerk, dus drums en percussie hier gegeven heb. Wat is er nou veranderd in die tijd? Wat is er voor mij veranderd? Ik ben hier begonnen in dit gebouwtje. Toen heb ik de baan van Karel overgenomen, want Karel Zwart was toen nog directeur. Ik heb zijn baantje overgenomen. Ik ben hier drumlessen gaan geven in dat lokaal. En daar had ik, het ging best aardig, maar ik had wel vaak wat problemen met collega's, omdat drums gaan gewoon een beetje te hard. Dus liet er weer iemand een deur openstaan en dan stond die hele school weer te rammelen.
Wat er veranderd is voor mij is dat ik naar 22 ben gegaan. Dus de plantage kreeg de mogelijkheid om 22 voor een schappelijk bedrag over te nemen. En daar zitten nu alle lichte muziekdocenten. Dus de elektrische gitaren en de drummers. Een danszalen zijn er inmiddels gebouwd. Ja, dat is wel een dingetje. Ja. Ja. En nog altijd met veel plezier hier bezig? Ja, zeker met veel plezier. Ik merk... Ik zit even te denken als wat er nou een verschil is hoe het was. Kinderen zijn wel heel druk. Ze hebben wel, het is niet alleen maar dat ze een ding hebben, maar ze hebben wel vier dingen. Dus ik moet wel delen met de voetbal en het kantklossen en het darten. Al die leuke dingen waar ze allemaal op zitten. Maar goed, de pareltjes die zijn er altijd. En de pareltjes staan vandaag hier ook allemaal te spelen in de tent natuurlijk. Dus dat is leuk.